Hier. Hier, neem jij de baby? Nee hoor. Weet jij waar mijn baby is? Hè? Waar mijn baby is, maar die is nu al wel groter, dus niet echt. Ja. Moet de pop normaal in. Deze moet even erin. De baby vasthouden? Nee. Anders moet ik hem steeds in de wagen doen. Maar dat is ook niet goed. Nee, klopt. Maar ik ben aan het werk. Anders had ik hem al graag voor je willen vasthouden. Waar is jouw kind dan? Dat weet ik niet. Nee, maar... Wel hier, denk ik, Emma. Emma. Jij heet Emma. En jouw kind? Dat hebben ze niet gezegd. Ik vind het een beetje lastig om te reageren in dit soort dingetjes. Daarop te reageren. Want ik dacht van, ja, wat moet ik nou doen? Wie moet ik nou bellen? Want dat zag ik het eerste wat ik dacht. Ik denk, volgens mij is ze een beetje de weg kwijt. Toen keek ik om en toen was die vrouw. En ik schrok natuurlijk wel een beetje van. Dus ja, ik dacht eerst misschien een drugsverslaafde of zo, dacht ik. Ja, ik weet niet echt wat ik ermee aan zou moeten. Ja, het eerste wat ik dacht is een verwarde vrouw inderdaad. Vrouw en een baby op de borst. Ik denk, ja, dat is geen echte baby. Vind ik een beetje raar. En toen vroeg ze wat al. Wat vindt u van mijn baby? Ja, toen een beetje raar liep ik door. Oh, wil jij even de baby vasthouden? Ja, ik kan toch niet alles de hele tijd alleen doen? Nee.